Voilà, nu gaan we een doodaasmontage maken. Ook uit onderwaterdobber. Terug hetzelfde. Mono, 2 meter. Hoe gaan we dat doen? Juist hetzelfde als tevoren. Eerst een triple. 1, 2. Je kunt dit laatste stukje, je onderlijn, kunt je ook maken van gewone draad. Hè. Maar dit is nu het gemakkelijkste, vooral als het één stuk te hebben. Voilà. 2 keer doorsteken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En je trekt dat aan. Je eerste haak zit er al op. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we eens niet werken met tube, maar nu gaan we met krimkous werken. Persoonlijk werk ik liever met krimkous als bij tube. Tube is natuurlijk gemakkelijker, moet je er niets mee aan doen. Ah. En je zet de krimkous erover. Dan bepaalt je de lengte van je vis. Goh, je kunt dat op een gemakkelijke manier doen. Je stikt je haak er 1 keer door. Je stikt je er 2 keer door. Voilà. En je schuift je haak eigenlijk volledig op tot beneden. Wacht even. Voilà. Dat je gewoon 2 keer door dat oog van je haak zit. Dus wat heb je nu? Nu kun je eventueel de lengte aanpassen van je naast. Dus pak dat je een forel hebt, hang je deze haak in deze mond. En in deze hang je van achter. De triple hang je van achter. Je bepaalt de lengte door de mono op te schuiven. Dus als je een kleinere vis hebt, voilà, doe je dit. Hup. En hier zetten we wel een rubber over. Omdat dat kun je. Dan kun je dat achteraf nog verschuiven. Altijd in rubber, als je daar zo eens een tuft, dan schuift dat gemakkelijker over je haak. Voilà, dan hebben we eigenlijk dit. Wat gaan we dan doen? Nu gaan we werken met een propeller. Dus het eerste wat we gaan doen is weer een stopper zetten. Eerst de mono een klein beetje toepitsen. We zetten al 2 stoppers gereed. En we trekken die op die molen. Dat is altijd een heel gemoeilijk met die stoppers, maar het zijn wel de beste. Voilà. Schuiven weer alles op, tot van achter. Wat zetten we er dan op? Heel belangrijk, een harde kraal. En voor wat dient je een harde kraal? Dat is eigenlijk heel simpel. Van het moment dat je daar een propeller op zet, dat spel dat moet kunnen ronddraaien. En dat gaat niet ronddraaien als dat tegen die stopper moet schuren. We zetten die kraal erop, dan heb je dit. En dan ga je je propeller erop zetten. De stroming, als je ziet, de stroming gaat zo komen. Dus zo gaat die draaien. Dus dat je die er niet verkeerd op zet. Deze eraf knippen. En dan zetten we daar nog een stopper op. Die tweede stopper die moet niet echt vaster achter staan. Hè. Voilà. Dat je dit eigenlijk hebt. Voilà. En je kan in deze, je kan het gewoon ronddraaien.
Het volgende stap is juist hetzelfde als met die pierenmontage. Terug twee stoppertjes klaarzetten. Een klein onderwaterdoppertje bij gaan halen van 4,5 gram. Voilà, dan gaan we een zwartje pakken. Klaar. Zet er ook op. Vastzetten, fixeren met een stopperje. Dan heb je eigenlijk dit, dus je aasjes, je propeller en dan je dobbertje. En op laatste zetten we terug de swivel. Juist samen als ervoor. Eerst een alusliefje. Schuin afknippen. Hopla. Eerst zetten we een alusliefje erop. Een swivel. Je stikt hem er nog eens door. Je stikt hem door het lusje. Voilà, dat je hier eigenlijk een knoopje hebt. Door de swivel. Ik heb hem eruit getrokken. Je trekt de swivel aan dat je dit krijgt en je pitst hem vast met de tang. Overschot afknippen en met een aansteker juist hetzelfde, het overschotje even opbranden. Dan gaat daar bolken op komen, is nog eens een extra veiligheid. Dus die montage is nu ook af. Voilà. Heb je eigenlijk alles bijeen. Hier aan het uiteinde hangt je je hoofdlijn aan en je breeklijntje naar je steen. Dus ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. Als je er iets van geleerd hebt, zet dan een duimpje. Je kunt ons altijd volgen op www.indibo.be. Daar staan ook nog een heel deel filmpjes op van hoe dat je van alles kunt maken. Dus ik hoop dat je er iets van bijgeleerd hebt. Goed, salutjes.